De vijf kopstukken van de Gelderse PVV op weg naar de persconferentie. Ze hopen het provinciehuis hier flink te komen opschudden. Gewoon wat minder zwammen en wat meer to the point komen. Eenmaal in de perszaal krijgen de kandidaten nog snel wat instructies van Tweede Kamerlid Jim van Bemmel. En voordat de kandidaten worden voorgesteld, eerst nog een toespraak van partijleider Geert Wilders. Hij had graag bij de bijeenkomst willen zijn, maar volgens de partij was er geen enkele veilige locatie in Gelderland te vinden. Dus daarom op deze manier. Van harte welkom hier in het mooie Gelderland, bij jullie. Ik kan er zelf helaas vanavond niet zijn, maar ik ben ontzettend trots om een paar woorden tot alle vrienden en vriendinnen van de PVV vanavond in Haarlem te mogen richten. En na het videopraatje mogen de leden zich voorstellen en hun plannen presenteren. Zo is Erik Venema van mening dat er een eind moet komen aan veel onnodige subsidies. Hij vindt het onzin dat er geld gaat naar een modeschool en ateliers. Waar staatsmode wordt ontwikkeld, die staatswinkels mode krijgen, waar modeambtenaren de staatsmode verkopen aan burgers die veel te veel belasting hebben betaald. Lijsttrekker Marjolein Faber is ook duidelijk in haar doelstellingen. Zo wil zij geen snoepreisjes meer voor de statenleden en Gelderland teruggeven aan de burgers. Wij willen de ramen en de deuren van het huis van de provincie open gaan gooien, want wij vinden dat de regentenlucht moet eruit. Woensdag 2 maart zijn de verkiezingen. De partij hoopt op 8 tot 10 zetels.